Goedendag, mijn naam is Ruud Muis. Ik ben eigenaar van EG Marine en medebestuurslid van de NMT. Ik maak mij grote zorgen over de Europese voorgenomen wetgeving rond PFAS. Nou zegt PFAS u misschien niet zoveel en fluoropolymeren ook niet, maar elk schip zit er vol mee. En PFAS is eigenlijk 7000 producten, waarvan een aantal heel kritisch en zonder technisch alternatief. Denk maar aan lagers, aan O-ringen in motoren, schroevensafdichtingen en nog duizenden andere toepassingen. Als er niets verandert, dan zijn wij vanaf 1 januari 2025 niet meer in staat die spullen te leveren. En dan worden we 40 jaar teruggegooid in de tijd. Wij zijn druk bezig met een onderzoek, met lobbyen en met beïnvloeden van de wetgeving. Vanaf 1 maart hebben we 6 maanden de tijd. Als u daar dan ook denkt last van te gaan krijgen, neem contact op met NMT. En waarschijnlijk kunnen we dan gezamenlijk optrekken om te proberen om deze regelgeving te beïnvloeden.